Voor de kust van Texel start een proef met energie opgewekt door golven. In de haven van Oudeschild is het anker van een testinstallatie te water gelaten. Het begin is er. Ja, we hebben namelijk een anker. Daaraan zit een soort onderwaterdrijver. En daarboven hangt een bovenwaterdrijver. En als er golven komen, dan gaan die twee drijvers ten opzichte van elkaar heen en weer bewegen. En uit die beweging halen wij energie. En die zetten we om in elektriciteit en dat brengen we dan naar land. En je kunt ongeveer evenveel energie mee opwekken als met windmolens. En gecombineerd met zonne-energie zou dat Texel duurzaam kunnen maken. Texel wil zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn als het gaat om opwekken van energie. Met zoveel zon en wind is Texel zeer in trek als proefeiland. Wij worden daadwerkelijk overspoeld met aanvragen. Texel is ideaal, lijkt het wel, als testlocatie. En wij zijn er natuurlijk ook bij gebaat. Want wij hebben de initiatiefnemers nodig om onze ambitie te realiseren. Je kunt wel zeggen dat we alle mogelijkheden onderzoeken. We zijn natuurlijk al heel ver met het zonneparken. Daar zijn we ook echt al in de uitvoeringsfase. Dus de zonne-energie, daar zitten we echt wel goed mee. Windenergie is de andere mogelijkheid. En of dat dan met windmolens, vliegers of met golfenergie gaat. Ja, voor ons is golfenergie dan toch echt heel aantrekkelijk. Geen landschapshorizonsvervuiling is voor Texel heel erg belangrijk. Zoals het ernaar uitziet moet het ook exploitabel kunnen zijn. Dus ja, ik heb wel hoge verwachtingen hiervan. Texelaars helpen graag mee om de milieudoelen te halen. En werkgelegenheid telt ook natuurlijk. Ja, het is in de Koksdorp gemaakt. En we hebben hem net vanuit de Koksdorp hier naar Oudeschild gereden. Ja, dat is natuurlijk leuk. Het is toch een bijzonder project. En we hopen dat, de testen allemaal gunstig uit gaan vallen. Dat we er later mee verder kunnen. Over 2,5 jaar weten we of de Texelse proef met energie uitgolven is geslaagd. Het zou heel mooi zijn als we vanuit Texel verder kunnen doorrollen naar Noord-Holland. En dan de rest van de wereld. Dat zou mooi zijn.